En het bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname, BGVS, heeft sinds maart geen bestellingen meer kunnen plaatsen. Hierdoor is er een grote schaarste aan bepaalde medicamenten. Dit zei de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin, vanmorgen voor aanvang van de raadsvergadering. De overheid heeft een grote openstaande rekening bij het BGVS en er kunnen pas weer bestellingen geplaatst worden als de rekening is betaald. Ramadin wijst erop dat het een zware opgave is om de rekening te betalen, omdat er geen financiële middelen zijn. Ik heb al zelfs lijsten gezien van medicamenten die maar een voorraad van 1 maand nog aanwezig is. Het zijn essentiële middelen. Wij proberen als overheid te kijken hoe wij aan die medicamenten kunnen komen. De ziekenhuizen automatisch ook. En dat is een gevaar, omdat als je bepaalde medicamenten, essentiële middelen, niet hebt, ziekenhuismedicamenten, oncologische medicatie, dus kankermedicijnen, HIV-remmers, etc., dan heb je natuurlijk een probleem, want je gaat dan de zorg niet optimaal kunnen geven aan de mensen. En de mensen zijn, het zijn vaak kuren, dus je moet een traject aflopen en dat kan de zorg in problemen brengen. Maar ik zit volgende week met de minister van Financiën en de BGVS-directie. Zitten wij hopelijk op dat volgende week, want de minister van Financiën was er ook niet. Maar we hebben komende week een afspraak om een structurele oplossing hiervoor te zoeken. Er is een groot tekort. U mag het weten, tekort aan BGVS is bijna 110 miljoen SRD. En dit bedrag is niet een bedrag dat nu uit de lucht is komen vallen. Het is een opstapeling, cumulatie van tekorten die de overheid had bij het BGVS. Het is een complex systeem, omdat er zijn in de loop der tijd vanaf de regering Bouterse Amirali zijn er diverse modellen bedacht. Sommige hielden goed stand, sommige moesten later bijgesteld worden. Maar inderdaad, nu is het probleem. Ik heb het BGVS in mijn eerste werkweek ontvangen vanwege de urgentie van het probleem. En we hebben een goed overzicht kunnen krijgen van BGVS. Maar natuurlijk heeft het mijn aandacht. Ramadin zegt dat de regering garant moet staan voor de levering van medicamenten. Hij benadrukt dat leveranciers pas zullen leveren als zij betaald worden. Waarmee je ook rekening moet houden is dat er een koersverlies optreedt op dit moment. De middelen naar het BGVS worden ter beschikking gesteld tegen een bepaalde, althans de inkoop geschiet tegen een bepaalde koers. En als dat hoger is dan wat je hier in Suriname kan krijgen, dan heb je automatisch een verlies alvast. Dus ook daar is er verlies van middelen in een koersverschil. En we moeten daar een oplossing voor zoeken. En we kijken wel heel serieus naar dit probleem. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid. Wij spraken hem vanmorgen voor de aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.